Voor vandaag de wedstrijden in de middag. Ik denk dat de mooiste wedstrijd gaat worden tussen André Rublev en Alex de Minaur. Nummers 5 van de wereld tegen nummer 11 van de wereld. Ja, ik denk dat het een fantastische pot gaat worden. Rublev zal proberen winnaars te slaan. Die gaat er altijd heel erg voor. En de Minaur is echt de counterpuncher. Die rent heel veel. Zorgt voor spectaculaire redders. Dat je denkt, de rally is voorbij. Toch niet. Ongelooflijke vechter. Denk hele mooie rallies. En ja, ik vind het moeilijk om te kiezen wie gaat winnen. Ik heb een beetje het gevoel dat de Minaur in iets betere vorm is. Dus we gaan het zien. Bij de avondwedstrijd denk ik Milos Raonic tegen Jannik Sinner. Gaat een ongelofelijke gevecht worden. Het is echt de big serving Raonic. Die het moet hebben van de aces. Af en toe service volley spelen. Tegen Sinner die van de baseline speelt. Dus een beetje contrasterende speelstijlen. Altijd mooi om naar te kijken. Ja, hangt er vanaf hoe goed Raonic serveert. Ik denk dat hij wel ver kan komen. Maar uiteindelijk zal de vorm en de returns en de snelheid van Sinner doorslag geven. Maar ik verwacht een hele mooie pot. Vandaag bij de Wheelchair Arena te zien, wel leuke wedstrijden. Dieder de Groot, nummer 1 van de wereld bij de dames, gaat haar wedstrijd spelen tegen Lucy Sugar uit Engeland. Deze twee hebben elkaar al veel en veel vaker tegengekomen, maar in de bloedvorm waarin Dieder is, schat ik in dat Dieder wel deze wedstrijd zal gaan winnen. Heel leuk om te letten op haar stoel. De zitpositie van Dieder is wel bijzonder. Zij heeft een totaal op maat gemaakte stoel voor haar laten maken. En dus kan ze daarmee heel snel draaien. Is ze echt heel wendbaar. Heel tof om eens te bekijken. Daarnaast wil ik eigenlijk ook wel highlighten dat Ruben Spargare, de hoogst geplaatste Nederlandse man, het op gaat nemen tegen de nummer 1 van de wereld, Elfie Hewitt. Elfie Hewitt heeft al een aantal keren dit toernooi gewonnen. Is dus misschien ook wel titelfavoriet. Maar tegelijkertijd is Ruben eigenlijk op weg naar zijn topprestatie. Dus wat dat betreft denk ik dat het een interessante pot kan worden. En wie weet, of hopelijk eigenlijk, zal het thuisrond Ruben nog wat extra energie geven om een goede prestatie neer te zetten.